Beste medewerkers en naasten van Amaliazorg. De eerste dag dat ik bij Amaliazorg kwam, voelde ik een ontzettende warmte en betrokkenheid. De prestaties die jullie het afgelopen jaar hebben geleverd, waren gewoonweg top. We hebben hier heel veel van jullie gevraagd. We zitten nu echter in een andere situatie, waar een stabiele organisatie met andere aspecten te maken krijgt, welke nog lang niet afgelopen zijn. En het is de coronavirus. Medewerkers, familieleden, cliënten, iedereen heeft ermee te maken. We zitten in een fase dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn geworden. Ook familieleden en cliënten. Afhankelijk zijn is een van de meest vervelende zaken. Er komt dan veel op familie en cliënten af waar zij geen grip op hebben. Dit betekent dat de betrokkenheid die jullie medewerkers nog altijd uitstralen, het enige vertrouwen is dat wij cliënten en familie kunnen geven. Deze warmte voel ik nog altijd binnen Amaliazorg. Cliënten, familie kunnen hier ook altijd op blijven vertrouwen. Echter, dit zal niet gemakkelijk zijn in de komende periode. Zoals ik al zei, jullie hebben top tot heden gepresteerd. Ik vergelijk het met topsport. Gedurende een langere periode in de komende tijd wordt uiterste discipline, uithoudingsvermogen en hopelijk weinig blessures verwacht. Dit is de periode die we tegen moeten gaan. Richtlijnen, hygiëneprotocollen en procedures vergen uiterst gedisciplineerd werken. De succesfactor hierbij is aanspreekcultuur. Op het moment dat een topsporter afwijkt van het normale, wordt er hier ook over aangesproken. Blijf dit als positief ervaren. Blijf een stukje saamhorigheid uitstralen. Ten aanzien van de familieleden, de afhankelijkheden die jullie hebben, voelen de medewerkers ook. De situatie is nu anders. Echter, ik ben er vol van overtuigd dat de cliënten hele warme zorg en in hele hoge mate van aandacht in deze periode blijven krijgen. Tot slot, Amaliazorg heeft een interventieteam welk elke ochtend en avond bij elkaar komt. Alle informatie en besluitvorming die door het GOR, de GGD, het ROAS, collega-instellingen en bestuurders genomen worden iedere dag besproken binnen dit team. En ze worden ook toegepast binnen Amaliazorg. De informatievoorzieningen en communicatie verandert pas als er wezenlijk andere besluiten worden genomen. Het is ontzettend essentieel om de juiste informatie te geven en dit op het juiste moment te communiceren. Kijk dus goed naar de nieuwsbrieven en naar de webpagina. Namens het interventieteam en het MT spreek ik alle vertrouwen uit dat jullie topsporters, cliënten en familieleden het warme gevoel blijven geven welk Amaliazorg heet. Dankjewel.